Goedenavond en mooi dat u weer kijkt naar Love Update. We hebben vandaag een volle uitzending met in de studio burgemeester Lieke Sievers, strafrechtadvocaat Johan Muren en zanger Jan Dulles. We gaan eerst even kijken naar het nieuws van de dag. Het is bijna Pasen en speciaal daarvoor komt kapelaan Anton Goos met een initiatief. Ja, ik heb voor de kinderen een vlog opgenomen met het Pampasenverhaal afgelopen zondag. En voor de komende donderdag, vrijdag en zaterdag ga ik ook verhalen voorlezen. Die komen op mijn YouTube-kanaal Anton Goos. En daarbij komen er ook nog vlogs waarbij jullie daaromtrent knutselwerkjes kunt maken. En daarbij ook nog een link waar je die knutselwerkjes kunt uitprinten. En dan is het kleuren, knippen en plakken, zodat je toch nog wat leuke dingen kunt doen rondom deze paastijd. En ik zou zeggen, doen! Bijna alle souvenirwinkels op de dijk zijn gesloten. Maar de Hollandse markt blijft vooralsnog gewoon open. Nou, met mij gaat het wel goed, maar je moet het wel zo zien in het kader van de bezigheidstherapie, hoor. We zijn gewoon van de straat en thuis zitten, dan word je helemaal stapelgek, hoor. Dus laat mij dan maar hier een beetje open zijn. Ik kom er af en toe nog eentje langs en dan heb je nog een praatje. En als de mensen een ijsje willen, dan ken je dat ook. Maar voor de omzet hoef je het niet te doen. Snackbar Roma, beter bekend als Foo, is op de vingers getikt door de handhaving. Dit gebeurde nadat mensen te dicht op elkaar voor de winkel stonden. Foo verzoekt haar klanten om afstand te houden, want de volgende keer blijft het niet bij een waarschuwing. Naast mij zit burgemeester Lieke Sievers. Van harte welkom weer. Het is inmiddels een wekelijks terugkerende vraag, maar wat gaat er gebeuren met de markt komende zaterdag? Ja, dat was natuurlijk best even spannend omdat afgelopen zaterdag de markt gesloten werd. Terwijl het toch een hele tijd goed leek te gaan. Het college heeft besloten om toch ook zaterdag weer te proberen de markt open te houden. Wethouder Runnekamp heeft er in zijn column ook even al iets over gezegd. En we doen dat door de opstelling nog weer te veranderen en met name bij de ingang van de Havenhof veel meer ruimte te creëren. En als het goed is, gaan de Havenhof-ondernemers ook zorgen voor begeleiding bij de entree door beveiligers in te zetten. En dan zou het moeten lukken als iedereen zich netjes aan de afspraken houdt van de 1,5 meter en van niet met grote groepen bij elkaar, dus maximaal 3, om om de markt doorgang te kunnen laten vinden. Daar hebben ook de markt lui zelf een oproep toe gedaan. En ik zou die van harte willen onderstrepen, want het is hun broodwinning waar we het over hebben. Ja, zeker. En ik begreep dat als mensen zich niet aan de regels houden, dat het niet is uitgesloten dat er een boete wordt uitgedeeld. Ja, we hebben heel lang gewaarschuwd. Je las het net ook voor, ook bij Roma. En natuurlijk wil je eigenlijk gewoon dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt en dat we ons met z'n allen aan die 1,5 meter houden. Het is moeilijk, het is een belasting. We zijn nou eenmaal sociale wezens, mensen. En toch, in het kader van niet alleen de gezondheid, maar ook de enorme gevolgen die er inmiddels economisch zijn, moeten we het gewoon nog een tijdje met elkaar volhouden. En daarom, als het nodig is, gaan we, hoezeer we het ook betreuren, toch over ook tot het geven van boetes. En dat zijn hele pittige boetes. En ik zou dus echt willen oproepen, mensen, laten we voorkomen dat het nodig is. Ja, ik zag in Alkmaar bijvoorbeeld, afgelopen weekend zijn daar 15 verkeersboetes uitgedeeld. Voor mensen, of verkeersboetes, ja, mensen die met 3 mensen of meer in de auto zaten. Dat waren boetes van €400. Hoe zit dat eigenlijk bij ons in de gemeente? Ja, dat zijn landelijk afgesproken tarieven. Dus volgens mij €400 voor mensen van boven de 18 en 95 voor onder de 18. En dat betekent vanaf 12, want onder de 12 mogen kinderen wel gewoon buiten spelen. Ja, dus stel ik zit straks met 4 mensen in de auto, dan kan het gebeuren dat je wordt aangehouden en ja. Iedereen een boete van €400 krijgt. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, maar ook op straat gewoon lopend, hè, grotere groepen. Gisteren fietste ik over de dijk, zag ik ook. En dat zijn er geen jongeren, maar dat zijn vooral oudere mensen. In toch een grote groep bij elkaar, niet op 1,5 meter. Ik snap hoe gezellig het is, maar doe het niet. Het hoeft niet op die korte afstand. Het kan ook, je kunt elkaar echt nog wel verstaan als je 1,5 meter van elkaar blijft. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met Pasen? Stel dan dat mensen bijvoorbeeld met 5 bij elkaar komen en ze hebben wel 1,5 meter afstand. Mag dat dan wel? Nou, volgens mij moeten we ons gedragen naar wat de bedoeling is van de regel. En de bedoeling van de regel is dat we geen besmetting veroorzaken. En als jij loopt te hoesten, hoor je al sowieso niet op straat te zijn. En in principe, als je met meer dan 3 bent, dan is dat een situatie die een boete waardig is. En soms kan het even in het voorbijlopen zijn of een minuutje of wat dan ook. Maar hou je gewoon aan wat ja, de kans het grootst maakt dat we die besmettingskans kunnen voorkomen. Wat ik dus wel een beetje dubbel vind. Ik loop afgelopen maandag over straat, kwam u nog tegen.
Ik liep met mijn vriendin en mijn schoonzusje. Mijn schoonzusje liep op 2 meter afstand in de berm helemaal. En toch zijn er dan mensen die je gewoon aanhouden of staande houden en zeggen van op een zeer negatieve manier van dat je je niet aan de 1,5 meter houdt. Terwijl ik naast mijn vriendin liep. En dan mag het wel, toch? Ja, als je binnen 1 huishouden met z'n 3 of z'n 5 bent, een gezin wat gewoon binnen 1 huishouden woont, dan is het natuurlijk, die komen ook onder 1 dak, zijn ze op kortere afstand van elkaar. Daar is het logisch dat niet voor die grens van 3 geldt. Maar als je buiten bent met mensen die niet tot die 1 huishouding behoort, dan geldt het wel degelijk. En ik vind het zeer kwalijk dat er mensen zijn die negatief doen over mensen die zich aan de regels proberen te houden. Want dat doen ze niet voor zichzelf. Dat doen ze om te voorkomen dat ook de economische malaise alleen maar groter wordt. En dat ze een risico op verspreiding nemen. Dus ik hoorde vandaag ook iemand tegen mij zeggen van, er zijn nog steeds mensen die ontkennen dat het serieus is. Je kunt het niet meer ontkennen als je ziet welke wereldwijde gevolgen het heeft. Maar ook welke gevolgen het hier in onze samenleving heeft. We hebben een uitbraak in een verzorgingshuis. Het gaat ook ons echt niet voorbij. In de Meermin gaat het om, toch? In Edam. Ja, heeft ook al in de kranten gestaan. Ja. En daar doen ze alles aan. Ze hebben het goed onder controle. Maar desondanks, er werken mensen. Wij moeten ook zorgen dat we solidair zijn met die mensen. Mm-hmm. Even over u persoonlijk. Ik hoorde dat uw vader ruim een week geleden is overleden. Ik kan me voorstellen dat dat een moeilijke tijd ook is voor u. Ja, dat is altijd zo. Desondanks maak je precies mee wat andere mensen die in zo'n situatie zitten ook meemaken. En dan voel je hoe moeilijk het is om die 1,5 meter te houden, juist in zo'n omstandigheid. En toch moet je het juist dan doen. Want je bent dan met veel kwetsbare ouderen, of met veel, maximaal 30. Want een uitvaart mag dan ook maar met maximaal 30 thuis opbaren. Mogen ook, hè, je wil ook daar niet de belasting dat daar mensen komen. Ik las in de krant hier, even een zijstapje, dat mensen ook worden opgeroepen om vooral als iemand thuis is opgebaard niet thuis te komen condoleren of dat met mate te doen. Ik merk bij mijn moeder, die krijgt nu in plaats van dat er heel veel mensen zijn komen condoleren, die sturen kaarten. Dat maakt het voor haar eigenlijk nog veel beter hanteerbaar, want het gaat veel minder langs je heen op zo'n moment. En de warmte die spreekt uit die enorme stapel kaarten en berichten en brieven en bloemen die je krijgt, is op dit moment net zo groot en maakt dat je ook langer, dat je op jouw tijd kan lezen wat er allemaal in die kaarten staat. Dus we moeten creatief zijn om ook in dit soort situaties, en ik heb het persoonlijk meegemaakt, het is hartstikke moeilijk, maar als je ertoe zet, dan kun je er toch ook een heel waardig afscheid van maken. Mm-hmm. Was het niet moeilijk om al die mensen dan compleet in die coronabestendige pakken te zien? Ja. Die uitvaartverzorgers. De uitvaartverzorgers, maar zelf ook, en de verzorgenden. Het is echt hartverscheurend als je ook ziet dat juist die verzorgenden die zich de benen uit het lijf lopen om mensen alle aandacht te geven die ze nog kunnen geven, dat eigenlijk ze het moeilijkste vinden dat de familie er niet bij kan. En toch kan het niet. Maar dat vinden zij eigenlijk het moeilijkste. Ze hebben het niet over hun eigen werk, hoe moe ze zelf zijn, hoe hard ze moeten werken. Maar ze hebben het over de familie die niet bij de cliënten kan. Ja, dan heb je echt hard voor je vak. En dan denk ik, zulke mensen moeten wij dus steunen door in ons sociale verkeer nu die afstand in stand te houden. Mm-hmm. En voor uzelf is het nu niet heftig om weer over te gaan tot de orde van de dag? Heftig. Het is niet bij je weg. Dat kan niet. Je maakt iets heel intensiefs mee in je eigen gezin. En mijn moeder leeft gelukkig nog. Mijn vader mocht bijna 87 worden. En dan weet je dat het einde er een keer aankomt. En dan ben ik alleen maar heel erg gelukkig dat ik de omstandigheid heb gehad dat ik bij hem was. Dat ik hem kon begeleiden naar het eind. En dat op een manier is gegaan zoals hij zelf ook wilde. En ja, dan is de orde van de dag ook weer dat er gewerkt moet worden. Ja. Maar er rekenen ook andere mensen op je. Tja, ja. Was het uiteindelijk het coronavirus dat hem fataal is geworden? Hij dementeerde al een paar jaar. En ook in het huis waar hij zat, was het virus uitgebroken. En ja, dat is dan uiteindelijk de oorzaak geweest. Maar het gegeven het feit dat het in 4 dagen ook naar een einde kwam, betekent ook wel dat het zijn tijd was. Ja. Ik wens u heel veel sterkte en vind het bijzonder
dat u hier toch aanwezig wilde zijn. Dank je wel. En ik wil vanaf deze plek iedereen die ook aan mij heeft gedacht enorm bedanken. Dat geeft heel veel steun. En ik gun iedereen in de hele samenleving dat we elkaar ook op deze manier steunen, aandacht geven. We moeten dit echt samen doen. En elkaar niet de maat nemen, maar elkaar helpen om het goede te doen. Top. Sterkte. Dank je wel. In onze gemeente zijn er verschillende stichtingen die mensen ondersteunen in financieel moeilijke tijden. De Volendamse Pauline Silve is betrokken bij twee van die organisaties. Mensen kunnen bij ons terecht voor financiële problemen. Maar ook voor ze kunnen ook mensen opgeven die zeg maar ziek zijn of op een andere manier echt hulp nodig hebben nu. En ik werk zelf dan samen met Rina en Mariska nu in de hulpgroep Geven Nemen. Maar wij zijn ook aangesloten bij het PCI in Volendam, parochiële Caritasinstelling. En dat is het arme bestuur van vroeger, zeg maar. En die steunen dan financieel. Nou, we helpen eigenlijk mensen altijd een jaar lang. Omdat na een jaar gaan ze een beetje erop rekenen, zeg maar, dat er hulp geboden wordt. En dan komen ze er niet meer uit. Dus wij proberen een jaar lang zoveel te helpen. Dat ze echt uit de financiële rompslomp komen. Het is tot nu toe altijd nog gelukt. Ook echt uit de hele diepe gronden vandaan. Dat je echt denkt, nou, dit kan eigenlijk niet. Krijgen ze er toch uit vandaan. En na een jaar kunnen ze echt weer op eigen benen verder. Okay. Zonder problemen vaak. En ik denk zelf dat de grootste klap nog moet komen. Dat de meeste mensen straks hun baan kwijtraken en dan bij ons aankloppen. Ja. En we hopen dan ook echt dat ze de weg naar ons weten te vinden. Sowieso plaatsen wij altijd een lijst met spullen die we nodig hebben op de site van Hulpgroep Geven en Nemen Volendam. Die kun je vinden op Facebook. Wij hebben ook het eerste bericht op die hulpgroep. Kun je als reactie je eigen spullen onder plaatsen. Dus als jij zegt ik heb een bed over of ik heb meubels over of kleding over, kun je dat daar plaatsen. En in principe mogen alle mensen die het financieel niet zo makkelijk hebben, mogen daarop reageren. Dus ook de mensen die niet bij ons in de groep zitten, maar het financieel toch niet redden, kunnen daarop reageren. En wij hebben ook een rekeningnummer van het PCI en daar kan dan geld op gestort worden. Het rekeningnummer kan ik dan zo doorgeven. Die heeft ook een AMBI-instelling en dat betekent dat het aftrekbaar is van de belasting. Dat geld gaat op een rekening en mocht er een gezin nodig zijn die echt hulp nodig heeft, wordt het van de rekening afgehaald en wordt dat gezin daarmee geholpen. Naast mij is aangeschoven Johan Muren, strafrechtadvocaat. Johan, je hebt een eigen advocatenkantoor. Het is inmiddels bekend dat de niet dringende zaken niet doorgaan. Of dat die worden uitgesteld. Heb jij daardoor ook een stuk rustiger nu? Wij hebben als kantoor zowel urgent als niet urgente zaken. En ik heb even in de agenda gekeken. En ik denk dat afgelopen maand 40 zaken zijn ingetrokken, kantoorbreed. Ja. En dat voel je natuurlijk wel als ondernemer. Kun je dan een voorbeeld geven van wat nou een niet dringende zaak is dan? Een niet dringende zaak is een zaak met een verdachte die niet vastzit. Oké, dat is kort uitgelegd. En omgekeerd dus, dringende zaken, urgente zaken zijn zaken waarin de verdachte wel vastzit. Mm-hmm. En die gaan natuurlijk door. En wij doen dan strafzaken en bijvoorbeeld zaken waarbij iemand een minderjarige uit de huis wordt geplaatst. Dat zijn ook dringende zaken, want je kunt natuurlijk niet een maand wachten om iemand bijvoorbeeld uit huis te zetten terwijl de nood acuut is. Nee. Maar het lijkt me best lastig ook voor de slachtoffers dan, dat die niet dringende zaken dan worden uitgesteld. Want voor sommige slachtoffers is het allemaal best heftig. Ja, het standpunt van ons als advocaat is dat eigenlijk iedere strafzaak urgent is. Een verdachte wil weten waar hij aan toe is. Die heeft misschien een strafbaar feit gepleegd en die wil dan een uitkomst. Maar we hebben ook te maken met slachtoffers natuurlijk. En die willen ook weten wat er uit een strafzaak komt. Die dienen bijvoorbeeld schadevergoeding in. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, niet urgente zaken, we stellen het wel even uit na het najaar of naar 2021. Maar we hebben echt wel heel veel belangen die spelen. Mm-hmm. Dus wij zeggen eigenlijk, nou, de niet urgente zaken bestaan eigenlijk niet, want iedere zaak is urgent. Ja, exact. Dan zijn de rechtbanken natuurlijk voorlopig gesloten. Dat betekent dat heel veel via Skype gaat op dit moment. Jij had net een ontmoeting via Skype met iemand die je moet verdedigen, die je nog nooit eerder in het echte leven hebt ontmoet. Ja, ik had vanochtend een zitting. En ik heb de persoon zelf in kwestie persoonlijk live nooit gezien. Dus die zag me net voor het eerst via een videoscherm. En dat is natuurlijk niet optimaal. En het is natuurlijk ook een beetje gek dat je een advocaat hebt. Hij heeft mij uiteindelijk gekozen in plaats van zijn oude advocaat. En vandaag zag hij me voor het eerst via een videoscherm pleiten voor hem. Nou, dat is natuurlijk niet optimaal. Want normaal gesproken ga je naar een klant toe in de gevangenis, ga je alle stukken grondig bespreken, heb je lange gesprekken, probeer een vertrouwensband
te krijgen. En dit is natuurlijk een hele prille basis voor vertrouwen, denk ik. Ja. Hoe gaat dat überhaupt dan? Want stel dat iemand bijvoorbeeld een slechte verbinding heeft tijdens zo'n zaak. Wat gebeurt er? Nou, de verbindingen zijn slecht. En het is ook behelpen. En net was ik bezig met pleiten. En toen waren ze in de gevangenis alweer aan de deur aan het kloppen. Omdat de volgende alweer moest voor een andere rechtbank. Dus het is allemaal verre van ideaal. En ik hoop dat het zo kort mogelijk duurt. Ja, dat gaat ook ten koste van de afhandeling, lijkt me. Zeker weten. Ik vind dat verdachten, de rechtbank doet haar best. Maar ik vind dat verdachten hier niet bij gebaat zijn. Nee, en het is ook een vak apart eigenlijk, hè? Als je via Skype zo'n zaak moet doen, lijkt me. Want via lichaamstaal kun je ook een hoop duidelijk maken. Zeker. En iets als miscommunicatie ligt nu snel op de loer. Ja, kijk, vandaag was ik dan in de rechtszaal en werd de klant ingebeld via een videoverbinding. Maar morgenochtend zit ik thuis en dan ben ik Skype aanwezig in de rechtszaal. En dat vind ik, ik heb wel gevraagd om bij die zaak aanwezig te mogen zijn. Maar dat mag niet. Ja, en wat ik natuurlijk wil in de rechtszaal is overtuigen. Ik wil de rechters aankijken, ik wil de officier aankijken, ik wil erbij zijn. Dus het is veel minder echt, zo, gevoelsmatig. Ja. En hoe gaat het bij een verhoor? Nou, bij een verhoor als iemand wordt aangehouden en om ons kantoor vraagt als advocaat, ja, dan moeten we nu het adviesgesprek met een verdachte telefonisch doen. En dan zit een verdachte in een cel. Een cel is hol. Je kunt elkaar amper verstaan en dan moet je wel even zeer serieuze zaken met elkaar bespreken. Dus dat is niet een... Ik denk niet dat je een klant op die manier adequaat en goed kunt verdedigen. En dan vervolgens vindt het verhoor plaats waar je niet bij mag zijn. En dan wordt de telefoon op tafel gelegd en dan luister je live met het verhoor mee. Maar je weet zelf als je telefoon op luidspreker staat hoe moeilijk het is om mee te luisteren. Dus het is allemaal... het is roeien met de riemen die we hebben. Eigenlijk is het strafrecht helemaal niet geschikt dus voor video dingen. Voor werk op afstand eigenlijk. Persoonlijk vind ik van niet. Sommige dingen zouden in de toekomst misschien wel wat meer met videobellen kunnen gaan. Of met Skype. Of wat makkelijke zaken, even tussen aanhalingstekens. Maar zaken met serieuze belangen niet. Nee. En hoe werkt dat dan? Zit jij dan gewoon in je joggingbroek op de bank? Nou, ik zit inderdaad in mijn joggingbroek op de bank. Als ik telefonische bijstand verleen. Als ik natuurlijk met Skype in beeld ben, ja, dan trek ik natuurlijk wel een netpak aan. Ja, best bizar eigenlijk, hè? Ja, zeker weten. Bijzondere tijd ook wel. Ja. Heb je al een zaak gewonnen via Skype? Het is altijd de vraag wat winnen is. En laat ik zeggen dat ik mijn best zo goed mogelijk heb gedaan via Skype. Ja. En sinds de uitbraak van het coronavirus is de criminaliteit ook gekelderd, tenminste. Dat wijzen de cijfers uit. Zeker weten. Iedereen hoort thuis te zijn. Dus het aantal inbraken daalt vanzelfsprekend. Een inbreker gaat niet in een vol huis inbreken, normaal gesproken. Maar de huiselijke geweldzaken, die nemen weer toe. En ik moet ook zeggen, de afgelopen week zijn een aantal klanten van mij aangehouden. Dat was inderdaad voor huiselijk geweld. En die klanten die hebben dan normaal gesproken, plegen die andere delicten of? Nou, die zijn dan wel eerder met politie aanraking gekomen voor andere delicten. Maar het was al de vrees van ons als advocaat dat de huiselijke geweldzaken waarschijnlijk zullen toenemen. En ik zie dat zelf wel in de praktijk. Mm-hmm. En die cijfers, zijn die nou ook echt in de praktijk gedaald? Of wil de politie gewoon zo min mogelijk mensen op het bureau hebben? Nou, de politie heeft ook nu urgente en niet-urgente zaken. En de wat kleinere zaken heb ik wel het idee dat ze eerder zeggen, nou, kom later maar terug. Terwijl ze hiervoor iemand aanhouden, meteen verhoren en dan iemand naar huis sturen. En ik heb wel het idee dat de politie in kleine zaken nu minder snel tot aanhouding overgaat. Stel dat ik nu een tankstation overval. Nou, dan op een niet op brute wijze, dan kan het zomaar dat je vrij uitgaat. Nee, niet voor een overval. Natuurlijk nooit. Dan zit je wel even binnen. Maar een diefstal van een reep chocola, dan zou het zomaar kunnen dat je later pas je moet melden bij de politie. Okay. Hoe zie je de nabije toekomst van het strafrecht? Nou, ze proberen nu wel een beetje meer zaken te laten doorgaan. Ik hoop dat dat nog meer wordt uitgebreid. Rechtbanken en gerechtshoven zijn niet de drugsbezochte plekken in Nederland. Dus ik denk als we wat ruimer gaan plannen, dat de zaken wel gewoon over een maand rustig aan weer door kunnen gaan. Met name de niet-urgente zaken. Dus ik heb er vertrouwen in dat het in mei wel weer gaat lopen. Maar goed, als de piek nog moet komen van corona, ja, dan moet je het nog maar zien over een maand. Maar financieel en als ondernemer hoop ik natuurlijk dat volgende maand alles weer doorgaat. Okay. Ik wil je danken voor je komst en succes met deze nieuwe uitdaging. Ja, dank u wel. Wij gaan even kijken naar de videoboodschap en die komt dit keer van Jan Hoogland.
Hallo, lieve mensen. De Love heeft mij gevraagd om een boodschap in te spreken voor het Corona-journaal. Ik wil iedereen die geen bezoek mag ontvangen of die eenzaam is, heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. Probeer in contact te blijven met je kinderen, met je familie en met bekenden om elkaar stem te horen en te voelen dat jullie van elkaar houden. Ik wil de Volendammers oproepen, bekenden die afhankelijk zijn van hulpverlening, een kaart te sturen en ze het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Ja, naast mij is aangeschoven op het allerlaatste moment Jan Dulles. Ja. Jan, hoe gaat het met je? Last but not least. Nee, inderdaad. Top dat je zo snel tijd kan vrijmaken. Goed, met mij is het goed. Ik leef nog. Ja. En het gezin ook nog. Hoe voel je je dagen op dit moment? Wij hebben de afgelopen maanden zijn we gewoon ontzettend druk nog steeds geweest in de studio. Voor het afronden van ons nieuwe album. En dat is nu, sinds deze week is dat afgerond. Dus eigenlijk begint het niks doen voor mij nu pas. Oké. En wanneer gaat het album uitkomen? Is dat al een beetje bekend? Ja, dat is ergens in de eerste week van mei. Dus dat is al vrij snel. Oké. Ja. Maar het lijkt me wel een aparte tijd om dat nu te gaan lanceren dan. Ja, we hebben daar nog wel over vergaderd met de platenmaatschappij. Van is het wel een goed moment? Omdat we ook weinig promotie kunnen doen en zo. Alleen het is op dit moment wel zo dat er ontzettend veel aandacht is voor Nederlandstalige muziek. Omdat mensen thuis zitten je merkt gewoon dat er worden ook allemaal Nederlandstalige liedjes vanwege de coronacrisis gemaakt. Dus er is meer aandacht voor muziek dan normaal. Vandaar dat we hebben besloten dat het juist een goed moment is voor ons om dit album uit te brengen. Omdat het is het meest positieve, zonnige album dat we ooit hebben gemaakt. Oké, ben benieuwd. Hoeveel nummers zijn het? Er staan 12 nummers op. Oké. En dan wordt komende vrijdag Jesus Christ Superstar herhaald op Love 2. Welke herinnering heb jij daaraan? Het is inmiddels al wat jaartjes geleden. Ja, ik heb daar heel veel herinneringen aan. En ik moet daar ieder jaar natuurlijk ook nog aan denken. En ik vind het ook leuk dat het ieder jaar weer uitgezonden wordt. Omdat het was voor mij een heel belangrijke periode in mijn leven, in mijn loopbaan. Ik was toen 30 en eigenlijk vanaf dat moment werd ik zeg maar heel erg bekend in Volendam door die musical. En daar gelijk achteraan brachten wij ons eerste cd'tje met de 3J's uit. En omdat ik natuurlijk die musical had gedaan, werd die cd van de 3J's ook veel beter nog ontvangen. Dus wij werden ineens heel populair in het dorp. Was dat Liedjes in de Toon van het Leven? Ja. Ja? Ja. Ja. Mooi cd. Dus dat kwam allemaal precies in diezelfde periode. Dus ik zie Jesus Christ Superstar een beetje als een keerpunt in mijn leven. Mm-hmm. Was jij daar ook in de vorm van je leven? Zangtechnisch gezien? Nee. Ik weet niet of ik toen een betere zanger was dan nu. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat ik nu beter kan zingen dan toen. Oké. Was het rauwer toen misschien? Toen was het rauw en toen was het wat hoger allemaal. Alleen nu heb ik zoveel meer ervaring als zanger in de studio. Dus dat kan ik wel merken aan mezelf. Mm-hmm. En komend weekend ga je dan ook gewoon voor de buis zitten om het nog een keer te bekijken? Ja. Ja, ik heb daar toch hele speciaal. Ik heb ook aan de Passion meegedaan. Daar heb ik ook de hoofdrol gespeeld. Ja. Alleen ik heb stiekem meer met de Volendamse versie van Jesus Christ Superstar. Ja, hoe kan dat dan? Ja, omdat het toch allemaal. Het was wat meer ons volk. Mm-hmm. Weet je wel. De Passion is van heel Nederland, maar Jesus Christ Superstar is van Volendam. En al die mensen die eraan meededen. Dat waren allemaal bekenden en dat zijn nog steeds allemaal vrienden. En we leven daar met het hele dorp, leefden we daarmee mee. En nog steeds. Mm-hmm. En dat gevoel heb ik nog steeds als ik dat zie. Ja, ik zou zeggen allemaal even kijken. Vrijdag vanaf 8:30. Jan, ik wil jou graag bedanken voor je komst. Graag gedaan. Wij zijn alweer aangekomen bij het einde van deze uitzending. Hij wordt de hele week herhaald op Love TV, op internet, overal terug te zien. Wij zijn er zaterdag weer, wederom vanaf 7:30. Graag tot dan.